Beste kijkers, het gaat er nogal wild aan toe op de aandelenvelden. Beer en stier houden elkaar wat dat betreft goed in de gaten. Er is sprake van een zeer strijdlustig spel. Maar wat gaan we verwachten? Wat mogen we verwachten op indexniveau? Ik neem u mee naar de weekgrafiek van de S&P 500, de Nasdaq en de AEX om eens vast te stellen hoe de conditie van de bulls daar is en wat we verder mogen verwachten van hen. Te beginnen met de S&P 500. De huidige beweging, het huidige ritme van hogere toppen en hogere bodems, dat is al gestart in september vorig jaar. Toen noteerde de index rond 3600 en inmiddels zijn we opgestoomd naar bijna 4500. We zien deze week dat de swingteller op plus 9 staat en de kenners weten dat bij een telling van plus 9 de kans op topvorming aanzienlijk groeit en dat mag worden gezien als opmaat voor een niet meer dan gezonde correctiebeweging. Mede gevoed door de RSI die een beetje aanschurkt tegen de dynamische overboordband. Dus even oppassen voor aanstaande topvorming, maar dan moet er wel eerst een goede zwarte candle verschijnen. Met andere woorden zo rond 4500 even toppen om dan wat weg te zakken naar 4200 tot 4100 zou helemaal niet verkeerd zijn. Dat betekent voor trendvolgende beleggers dat zij met de vinger aan de pols de huidige strijd volgen en bij echte signalen van topvorming toch gaan overwegen om money management toe te passen en dus deels winsten te verzilveren om vervolgens op lagere niveaus weer koopkansen aangereikt te krijgen. Dat is het verhaal voor de S&P en de gewenste strategie voor trendvolgende beleggers. Hoe is dat bij de Nasdaq? Ik ga hem voor u bijpakken. De Nasdaq toont min of meer hetzelfde beeld. Nog goed in de plus. Ook hier vanaf november eind vorig jaar een beweging omhoog gestart. Keurig omhoog bewegend nu boven de SMA-lijn. En hier in swing plus 8. Met dezelfde configuratie eigenlijk een iets te grote afstand met de gemiddelde lijn. En dus ook hier groeiende kans op topvorming. Maar nogmaals nu in swing plus 8. Dus er mag nog een staartje bij. Een extra wit streepje. Misschien eventjes toch goed naar de 16.000. Maar dan wordt het echt wel hoog tijd voor een niet meer dan gezonde correctiebeweging en daar dus ook gebruik van maken als trendvolgende belegger. Je gaat dynamisch met het scenario om. Je blijft niet zitten met een te grote positie als blijkt dat de markt rijp is voor een gezonde correctie. Stel op tijd dus wat winsten veilig en wacht op lagere niveaus om dan weer koopkansen aangereikt te krijgen. Tot slot de AEX. As we speak een mooie witte candle, maar hier toch een iets andere configuratie, namelijk een zebra grafiek. En een zebra grafiek wil zeggen dat de koers heen en weer sweept met witte en zwarte candles met steeds wat langer wordende bodies. Met deze week een uitstekende bullen set. U ziet hem staan, een goede witte candle, swingteller plus 1, maar wel aanschurkend tegen de rode zone op 776 tot 777. Hamvraag is uiteraard, gaan de bulls breken? De indicatoren bieden voldoende ruimte. De RSI veert nog maar net op vanaf de 50-lijn. Dus wat dat betreft is het best wel spannend. En mogen we het als volgt interpreteren. Volgende week bij koersvorming boven de rode zone, dan gaat het weg open naar 820 en hoger. Zo niet blijft de zebra grafiek intact en gaan we opnieuw een zwarte candle zien, dan betekent dat dat we een extra aanloop nodig hebben en dat impliceert een terugval naar 750 tot lager. Al met al, dames en heren, een spannende strijd op indexniveau. Ditzelfde beeld vinden we natuurlijk terug op individueel fondsniveau. Met andere woorden, check de charts en u weet wat u te doen staat. Ik wens u daarbij veel succes.